Yo, what's good, papies? Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Calvin. En prettig dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Het leven is niet wat het lijkt als je erover nadenkt. .nl. Fantastisch dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Laat ik jullie even vermaken met een dansje. 1, 3, 2, 1 en... Goed, hebben we dat weer gehad. Mijn gewrichten zitten allemaal op verkeerde plekken nu. Maar dat maakt niet uit. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, ook op bekend als Calvin. En het is weer tijd om jullie aan het lachen te maken. Want we gaan het gewoon weer gezellig doen. What's good, papies? Ik ben hier om jullie te vermaken met het leven. Maar eerst ga ik jullie deze hele bolle kat laten zien. Hey, what up, G? Weet je dat je nog klein was? Kijk wat een megabeest. Kijk eens even hoe groot je bent geworden, grote targ. Het nadeel van een kat is dat je fucking elke seconde vind je zulk soort shit in je huis. Het is echt niet te doen. Maar dat voor later. Vandaag wil ik even met jullie kijken naar iets wat me toch een beetje is opgevallen. Ik wil niet zeggen dat het me dwars zit. Ik wil niet zeggen dat ik er de nachten van wakker lig. Ik heb helemaal niet. Ja, hij valt wel mee. Er is een website genaamd YouTube. En daar zit je nu op als het goed is. En dat is leuk en dat is gezellig en fijn. En bedankt dat je naar me kijkt. Het is legendarisch. Door jou kan ik ervoor zorgen dat ik toch wel die KitKat kan halen in de pauze. Jazeker. Dus dankjewel. Op YouTube is een overschot aan content. Er zijn achterlijk veel video's. Allemaal mensen die video's willen maken. En probeer er dan maar met bovenuit te steken. Dat is wat ik elke dag probeer te doen. En dat lukt aardig. Want... I'm just a proud motherfucker, man. Can't do nothing about it, man. Come on, man. Maar... er zijn ook mensen die op sluwe wijze, op slinkse wijze ervoor zorgen dat ze toch die kliks krijgen, weet je wel. Ik wil geen namen noemen, maar... De Telegraaf! Dit is niet een persoonlijke aanval. De Telegraaf! Volgens mij zit een spuug op de lens. Zo, nee, maar goed, hè, de Telegraaf is zo'n bedrijf wat dan weer kranten ging uitdelen en verkopen en abonnementjes en zo in de tijd dat mensen nog kranten lazen. Nou, die tijd is helaas voorbij. En dan gaan ze met hun dikke Telegraaf-anus zichzelf vestigen in de wereld van YouTube. En daar gaan we vandaag even naar kijken. We gaan er even wat van vinden. Jullie kennen me. Ik ben niet een haatdragend persoon. Ik ben niet iemand die ervoor wil zorgen dat de Telegraaf nu failliet gaat of zo. Nou, op zich zou ik dat helemaal niet erg vinden trouwens. Oké, laten we beginnen. Abonneer op mij als je me grappig vindt. Zo niet, dan doe je het lekker ook. Rondom de Feed Awards speelden er nogal wat verhalen en geruchten over het feit dat ik, ja, inderdaad 6 keer ben genomineerd. En ik ook schijnbaar de organisator ben. Nou, dat is inderdaad, weet je, dat is gewoon een feit en zo. En ja. Daarnaast is het ook zo, en daar ben ik uitermate trots op, dat ik een Feed Awardje heb mogen winnen. Jullie hebben bepaald dat de beste YouTube video bij de Feed Awards 2019 nee is geweest. En daar ben ik trots op, daar ben ik blij mee. Maar als ik op een of andere manier mezelf zou willen voortrekken in de Feed Awards, dan had ik mezelf niet 1 award laten winnen. Het is echt een beetje zielig, dit. 6 keer worden genomineerd, 1 award winnen. Op een of andere manier riep dat bij bepaalde mensen de discussie op van, hey, is die Calvin wel te vertrouwen? Is hij wel wie hij zegt dat hij is? Of is hij niet gewoon een vies onderkruipsel? Er staat toch Calvin boos over ophef? Nou ja, we gaan nu even kijken. En dan gaan we even beoordelen of ik boos ben of niet. Heel even een demonstratie. Als ik boos zou zijn, dan zou ik zo... Godsamme! Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk! Hou je vieze, vuile teringlaaienbek! Godverdomme! Dat ben ik als ik boos ben. Als ik gewoon een mening heb, dan praat ik zo. Nou, ik heb een mening in... ja, punt uit. Evenement eigenlijk vooral gaat over de fanbase die je hebt en niet per se over het talent. Hoe denk jij daarover? Nu komt het! Nu komt de agressie. Het moment dat ik helemaal door het lint ga. Het moment dat ik boos word op alles en iedereen in de wereld. Komt-ie. Let goed op. Nee, dat vind ik bullshit. Ja. Behalve in het kader van de bankzitters. En ja, die zijn helemaal niks waard. Zo, ik ben zo achterlijk boos. Ik wil... Ah, kijk, de agressie spat van mijn kop. Calvin boos over ophef. Ik was zo boos op dat moment. Ik voelde gewoon die agressie. Ik wilde gewoon mensen slanish. Ik wilde heel erg helpen. Maken. Als je even naar beneden scrollt, zie je bepaalde comments waaronder... waarom altijd zulke clickbait? Hij was niet boos. Olivier Wester? Calvin was duidelijk boos. Je zag de stoom uit zijn oren vliegen, hoor. Die Kelvin, zelfs in een interview maakt die flauwe grappen. Inderdaad, oh god. Die Kelvin. Oude grappenmaker. Nee, ik ben geen grappenmaker. Ik ben boos. Oké, okay? Ik ben fucking agressief, ja? Wat ben jij? Een YouTuber. En wat kan je dan?
eigenlijk niks. Kap nou eens met zeggen dat YouTubers niks kunnen. Echt, zweer het je. Wat wij doen is niet makkelijk. Het is echt niet makkelijk. Dat wou ik even kwijt. En nu heb ik iets bedacht. Namelijk, het lijkt me wel geinig om even te kijken bij video's van dit medium, wat ik niet bij naam ga noemen. Telegraaf! Ik wil checken hoe hoog de clickbait realisme verhouding is. Jazeker, we gaan vandaag een quizje spelen. Ik ga gewoon een random video van de Telegraaf aanklikken en dan kijken en raden of wat ze verkondigen in de titel, of dat ook echt zo is. Dat wil ik gewoon even, dat ga ik gewoon proberen. Carice emotioneel op rode loper. Oké, dan gaan we heel even nadenken. Denken we dat ze echt emotioneel is? Ik denk niet dat ze emotioneel is. Ik denk dat dat reuze meevalt. Ik close is another door open, so I feel there's possibilities as well. But saying goodbye is not my forte. I'm gonna be sad. Ik had verwacht dat Carice van Hout hier in tranen zou uitbarsten. Dat ze op de grond zou gaan rollen en gaan je... Ik ga wel verdrietig zijn. Luc van 14 hoekt horrorclown neer. Oh my god. Holy shit. Ik ben er klaar voor. Ja, neem het allemaal aan bij Theresa straat en zag wat daar een clown staan. Ik denk niet dat hij hem neerslaat. Ik denk dat hij gewoon zegt, ga weg. Ga eens weg. En toen kwam de clown naar me toe gerend. En toen heb ik een paar keer geslagen en een paar keer geschopt. En toen is de clown gevlucht. Waar is de sensatie? Ik wil het zien gebeuren. Ik wil niet een jongetje zien die zegt, ik heb iemand geslagen en geschopt en dat was het. Dag. Ik wil dit voelen, man. Ik wil dit zien. Ik wil dit. Woede om walgelijke actie in Hoppert Heijn. Oké. Kijk, ze hebben er natuurlijk een handje van om emoties te overdrijven. Dat zal in dit geval niet veel anders zijn, denk ik. Woede. Ik denk, oké. Gaat er iemand zijn die achterlijk agressief gaat zeggen dat hij boos is? Ik acht de kans vrij klein. We gaan het zien. Het gaat om dit filmpje. De hoofdpersoon loopt afgelopen zondag met een stevige pas door de Albert Heijn in Gorinchem, opent een pak melk en giet de inhoud leeg over de winkelvloer. En daar gaat hij hoor, een buikglijder door het witte vocht. En alsof dat nog niet genoeg is, gooit hij er ook nog een doos vol met eieren bij en glijdt hij nog een paar keer heen en weer. Dames en heren, hier zien wij een mogoltje. De manager is pissig en baalt dat hij niet de grazen heeft kunnen nemen. Hij noemt het een laffe streek. Waar is de woede? Waar ga ik die sensatie vandaan halen in mijn leven anno 2019? Ik wil het gewoon door mijn lichaampje voelen, man. What the fuck is dit? Ik wil dit. Het enige wat ik zie is een grapje gewoon door de supermarkt glijden. Bizarre ontdekking in Home Alone. Ik ben er heilig van overtuigd dat dit echt zo ongelooflijk bizar gaat zijn. Toch is er iemand 28 jaar na dato in geslaagd om een geweldige ontdekking te doen waar wij in ieder geval stijl van achterover sloegen. Nou, ik ben heel erg benieuwd, vriend. De woonkamer ziet er namelijk met veel rood en groen kerstig uit. Nou, dat is logisch, het is december natuurlijk. Maar kijk eens naar dit screenshot van de gang, waar een groene plant voor rood behang staat. En links is de muur ook groen. Hier belt vervolgens een geschrokken, roodharige moeder Kate, uitgerekend met een groene telefoon, tuurlijk. Nog steeds niet overtuigd? Nou, check dan even de twee kleuren die de 8-jarige Macaulay Culkin hier aan heeft. Maar het allerergst en misschien nog wel het beste bewijs is... Oh, het allerergst. Nu komt het, dames en heren. Zet je schrap. De keuken, groene tegels en een rode fluitketel, rode hangende pannen en tomaten op een, jawel, groene schaal. Bizarre ontdekking. Bizarre ontdekking. Weet je wat? Laat me heel even... Weet je wat ik bizar vind? Dat is als je googelt op set dresser, ja, dat er komt te staan, de set dresser is de persoon die op filmset namens het art department het uiterlijk van de film bewaakt tijdens de opnames. Inderdaad, hier is gewoon een baan voor. Het ligt het aan mij, ik vind het geen bizarre ontdekking. En zo ook de mensen onder de video's. Ik heb een ontdekking gedaan, jongens. Zelfs de kerstboom was groen. Wow, holy shit. Als je goed kijkt, hierachter zo, hierachter, dan zie je zeg maar dat je een fucking mogol bent als je bij de Telegraaf werkt. Wanneer je geen nieuws meer hebt. Ja, dit is wel... Dit vind ik wel waar. We gaan nog even smullen van het moment dat Paul, ook wel bekend als King Alert, jazeker, te gast was bij de Telegraaf. Nou, dat zijn tot zover journalistiek, weet je wel. Laten we... ik zeg niks. Ik zeg helemaal niks. Enzo Knol doet gamers pijn. Nou, dat is een goed titeltje. Dat hebben jullie goed bedacht. Hij is dubbelzinnig. Snap je, het zou zowel fysieke pijn als mentale pijn kunnen zijn. Jullie zijn snugger hoor, daar bij de Telegraaf. Absoluut. Nu al gedoe over de Viet Awards. Nu al gedoe over...
over... Nee, helemaal niet nu al gedoe. Jullie maken het gedoe. Dat is hetzelfde als dat je een verjaardag binnenloopt. Dat je zegt, hey, waarom is iedereen hier boos? Waarom is iedereen hier allemaal boos? Ja, we zijn op zich niet per se boos of zo. Ik bedoel, we zitten gewoon gezellig hier over verjaardag. Nee! Waarom zijn jullie allemaal boos? Dat idee, dat gevoel krijg ik een beetje hierbij. Ik ben een telegraaf. En ik kan alleen maar dingen overdrijven. Nee. Ja, in de boksschool. Dus. En lekker een beetje aan het afvallen, of niet? Ook, ja, flink. Ja. En ik ga de ring in 16 maart. Ik dacht dat al te zien. Paul gaat de ring in 16 maart. Ja, dat ging hartstikke goed volgens mij. Sowieso mensen die de ring in gaan, ik snap het niet, maar dat terzijde. Maar de award zelf ben ik niet altijd... En eens over de nominaties. Nee, want dat kan ook bijna niet natuurlijk. Dat kan ook niet. Zullen we gewoon eens even... Hi, ja, kunnen we ervoor zorgen dat Paul volgend jaar niet meer wordt uitgenodigd? Calvijn is een van de organisatoren. Wel, moet ik eerlijk bekennen, ik vind Calvijn wel een van de betere YouTubers in Nederland. Heel even over dat King Alert. Hij mag gewoon wel weer komen. En ook nog muziek YouTube. Ja, dat is een beetje overdreven misschien. Kijk, een muziek-YouTuber vind ik tegenwoordig een Femke Louise. He, die is ooit als YouTube begonnen en doet nu alleen maar muziek. Misschien zelfs Armo Was Right, de rapper, hè? Ja. Armo Was Right. You know that I got the key. That's why you run up on me. Roll your wrist, I got it on. Maar ik vind, Calvijn is natuurlijk geen muziek-YouTuber. Die doet gewoon heel veel video's. En uiteindelijk maakt hij af en toe een parody of een leuke track. Met... Ja. Een parody? Ik heb nog nooit een parody gemaakt. Ten eerste worden alle YouTubers genomineerd door kijkers. En kijkers vinden het vaak leuk om een favoriete YouTuber te nomineren voor elke categorie. Nou goed, laat ik eventjes een momentje pakken. Ja, luister even heel goed, want ik ga toch wel denk ik wat belangrijks zeggen, wat bijzonders zeggen. Iets wat, het is nog niet echt letterlijk gezegd, maar ik ga het natuurlijk zeggen, ik ben super trots. Super trots op dit, op deze award en op de Viet Awards. En we hebben volgens mij super veel mensen blij gemaakt. Iedereen die bij de Viet Awards was, heeft er naar zijn zin gehad. Of in ieder geval het grootste gedeelte van de mensen. Ik heb heel veel positieve reacties gehoord van kijkers, van fans, van YouTubers die erbij waren. Mensen die er trots op zijn en het feit dat we ons kleine, toch wel een beetje stommige YouTube wereldje naar een niveau hebben getild waarvan mensen zeggen, nou dat is wel pittig hoor, dat is wel lekker. Of zoals de Telegraaf zou zeggen, extreem extravagant, emotioneel en woede aanval. Maar goed, ik heb expres een beetje gewacht met het maken van een video als dit, want ik wou gewoon heel even kijken, weet je, hoe het gaat als het ontwikkelt en als de feed hype weer een beetje over is voor dit jaar, hoe gaan we er dan naar kijken? En dan kan jullie wel vertellen, alles wat iedereen gezegd heeft, elk gerucht, elk klaagmuurtje, elk dingetje, iedereen die positief was, iedereen die lichtelijk negatief was, of iedereen die fucking een woede aanval kreeg, volgens de Telegraaf, hebben we tot ons genomen in de organisatie. En we komen snel weer bij elkaar om te overleggen wat we ermee gaan doen. Want we luisteren, en laten we even wel wezen, dat is waarom ik godverdomme in de organisatie van de Viet Awards zit, om het belang van YouTubers en het belang van de kijkers, om dat in het evenement en in de awardshow door te voeren, zodat het steeds beter wordt, steeds beter gaat kloppen, steeds meer sens maakt, steeds meer mensen zeggen, oké, dit is echt fantastisch. Dus weet even dat ik zo in de wedstrijd zit, in plaats van dat ik mezelf nomineer voor 6 categorieën, terwijl ik er maar 1 win. Dat is natuurlijk de grootste bullshit ooit. We doen ons best, we hopen er altijd een heel leuk, mooi showtje van te maken waar heel veel mensen blij van worden en gelukkig van worden, wat deuren opent, wat kansen biedt, en dit is toch wel een van de meest generic dingen en zinnen die ik ooit heb gezegd, dus ik kap er ook mee, oké? dit is klaar. Ik wou even mijn mening laten horen, hopelijk konden jullie dat waarderen, zo niet, dan beloof ik dat ik snel gewoon weer terugkom met een entertainende video die niet zozeer gaat over klachten of sensatie, maar wat ik gewoon maak om jullie aan het lachen te maken. I love you, bedankt voor alles. Ik vind jullie fantastisch. En zoals ik altijd zeg, doe eens gek. Je bent al normaal genoeg. I love you. What's good?